Maar daar heb je dus geluk mee gehad dat je eigenlijk nooit in een situatie hebt gezeten dat je echt controle hebt. Ik heb als werknemer ontzaglijk veel geluk gehad. Ja. Ik geef altijd dezelfde anekdote, niet waar, over mijn werkzaam leven. Dat ik werd medewerker en ik werd per 1 september benoemd. Ik denk 71. Ja, het zal 71 zijn geweest. Nou ja, daar zat ik op die kamer aan de Korbeniewegracht. En ik dacht, ja, wat zou ik eigenlijk moeten doen? Dat was niet helemaal duidelijk wat ik moest doen. Dus ik vroeg aan mijn chef, die mij benoemd had, per slotverrekening als wetenschappelijk medewerker. Herman, wat moet ik nou eigenlijk doen? Ja, hij zweeg enige tijd en zei, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Geestig toch? Ja. En toen zei hij tenslotte na enig peinzen, ga je maar inlezen. Ja, ik had niet veel anders gedaan in de loop van mijn leven dan me inlezen. Dus daar ben ik toen maar mee doorgegaan. Ik geloof dat ik pas na een ruim half jaar kreeg ik zo'n groepje toebedeeld. Ja, waarbij ik altijd dezelfde fout maakte. Het idee was natuurlijk dat je met die studenten ging discussiëren en zo, maar meestal was dat helemaal niet mogelijk. Dus ik had altijd de neiging om het zelf dan maar te doen. En bovendien waren ze vaak bar slecht voorbereid. Maar goed, ja, dit is mijn leven aan de universiteit. Maar je moest af en toe ook wel eens iets nakijken, toch? Het was niet alleen maar college geven en praten. Nee, nakijken, dat is natuurlijk het noodlot van elke docent. En zeker bij contemporaine, de afdeling contemporaine waar ik werkte. Waar veel studenten waren, dus er waren ook veel tentamens. En dat betekent veel dingen nakijken. Ja, kun je wel veel lezen? Dat kan, ja, dat kun je wel. Ja, ik klaag er verder niet over. Ik denk dat veel luisteraars dat die wel een baas hebben en die heeft ook weer een baas. Zeker, er zijn veel luisteraars die, niet waar, toen ze met hun werk begonnen, direct al werden rondgecommandeerd naar wat ze wel moesten doen en wat ze niet moesten doen. Ja. Dat was bij mij niet zo. Ze zeggen wel eens, je moet eigenlijk de belangen kennen van de baas van je baas. Dan weet je ook namelijk hoe het met jou of wat jouw lot is. Ja, mijn baas had natuurlijk ook geen baas. Dat is het probleem. Een hoogleraar heeft niet een specifieke baas. Nee. Ja, ik weet niet, misschien worden ze door de faculteitsbestuur op het matje geroepen, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen.